De Roelvinken hebben heel wat winkels gehad. Je zou denken dat ze nergens meer bang van worden. Maar de familie opent de volgende envelop toch het liefst dicht in de buurt van een kalmerende borrel. Waar zal de reis deze week naartoe gaan? Ha-familie Roelvink. Walter van Eyck hier, van slagerij Aad van Eyck. Samen met mijn zus run ik een van de mooiste zaken van Voorschoten en omstreken. Ja, een slagerij. Maar, zoals jullie weten, is het slagersbestaan kei en keihard werken. En is er niet veel tijd om weg te gaan. Leuke uniforms. Hoe leuk zou het zijn als zouden jullie ons komen helpen en de zaak overnemen, zodat mijn zus een paar dagen weg kan. We moeten de toonbank vullen. We gaan natuurlijk een koe samen uitzoeken voor de slacht. Koeien uitzoeken voor de slacht? Ja, koeien uitzoeken voor de slacht. Oh, wat erg. Dus kan ik op jullie rekenen? We hebben geen keus. Ja. Nee, maar ja. We hebben A gezegd en dan zeggen we B. En wat we gaan introduceren, je hebt de slaafvinken, je hebt de blinde vinken. En wat krijgen we nu? Ja, de roelvinken. De roelvinkjes. Wat voor formaatjes? Ik hoop geen driesjes, hè? Hey, rustig aan jij, hè? Vanavond gaan de roelvinken naar de slachtbank. Zullen we dit varkentje even wassen? Ja hoor, daar zijn ze weer. De rijk gevulde spiesjes van Dries. Nou, Donnie heb in de bouw gewerkt, dat zie je wel, hè? En dan komt dus vanzelf de gehakt eruit. En dan wordt het een keurig worstje. Begeleid hem een beetje. Ik hou jouw worstel even vast. Dit is echt heel gaar. Dit is de roelvinkjes passen op de winkel. We passen op de winkel, doe maar rustig aan. De roelvinkjes staan klaar. We passen op de winkel, laat de boel maar staan. We zijn hier voor elkaar. Dave en Donnie helpen deze keer weer mee. Dus dat wordt weer lekker lachen met die twee. Maar de winkel is oké. Slagerij Aad van Eyck is een pracht van een winkel die 50 jaar het domein was van Aad van Eyck zelf. Maar inmiddels wordt gerund door Carla en Walter. Kwaliteit staat in onze slagerij natuurlijk hoog in het vaandel. En zoals mijn vader altijd zei en zoals hij mij geleerd heeft, rommel verkoop je maar één keer. Gelukkig zijn de roelvinken natuurlijk niet helemaal naar Voorschoten gereden om er een rommeltje van te maken. Hallo daar. Goeiedag. Donnie. Walter. Dag Kalla. Hoi. Hoi. Wij hebben gehoord dat jij aan vakantie toe bent. Dus we vroegen ons af of wij hier het bedrijf mogen overnemen. Nou, als je heel erg hard je best doet, dan ga ik. Hey, en jij dacht, ze is toe aan vakantie. Nou ja, kijk, we gaan al niet veel weg. Ik denk, nou, dit is de uitgelezen kans, toch? Ja, maar ik dacht vanochtend wel waar ben ik aan begonnen eigenlijk. Ik merk het aan je. Wat is de reden dat je dan nooit weg kan? Is het omdat je elke dag altijd hier bent? Ik vind het zo leuk wat ik doe. Ja. En denk aan je dierbaarste bezit. Of als je een kind hebt, dat ze... Ik weet niet, het is gewoon mijn kind, mijn levenswerk. Okay. En ik doe het onwijs graag. Ik heb wel eens gezegd tegen jou, als ik morgen 30 miljoen van iemand zou krijgen, dan blijf ik toch overal optreden op de kermis, de braderie en de bedrijfsfeestjes, want daar kan ik niet buiten. En dat voel je ook een beetje aan die Carla. Die kan niet buiten deze winkel. Dat zie ik in Amsterdam nooit in een slagerij. En je ziet ook die grote stukken vlees. Die liggen daar 3-4 weken in. En die verkopen we daar ook. Ja. Vaak tegen het weekend aan. Want het rundvlees is van onze eigen koeien. Dus jullie hebben ergens apart allemaal koeien staan? Ja. Zijn jullie dan ook bij de slacht als er een koe geslacht wordt? Nee, dat doen we niet. Want dat voegt eigenlijk niks toe. Maar we hebben wel de koeien in eigen beheer. Daar gaan we morgen ook naartoe. Want we moeten natuurlijk van de week ook nog een koe naar de slacht gebracht worden. Ik ben heel erg benieuwd, want dat is natuurlijk wel heftig. Het komt dan wel heel dichtbij. Want normaal, het biefstukje op je bord, dat zeg je niks. Het voordeel ervan is, als je die koeien in eigen beheer hebt, dat je gewoon elke week dezelfde kwaliteit verkoopt. En je weet wat je verkoopt. Je zou eigenlijk eens bijvoorbeeld een karbonaadje uit de supermarkt en een karbonaadje van een dier wat een goed leven heeft gehad, moeten proeven. En dan proef je het verschil. Nou, wij hebben een beetje hetzelfde met z'n tweeën. Ik denk, als wij twee koeien zouden zijn, dan zou ik wel een hoge kwaliteit koe zijn. En jij zou een beetje het afdankvlees zijn. Ik ben Moxie Matty. Ja. Zou ik met jou een winkel willen runnen? Nee. Nee, ik met jou ook niet. Nee. Want? Om geen goud. Nee, omdat wij heel anders in elkaar zitten en dat zou helemaal niet werken. Ik denk dat wij binnen één dag elkaar de haren uit het hoofd trekken. Dan ga je een beetje de baas spelen over me. Dat doe ik sowieso al. Dat is een ander verhaal. Maar dat... Ja, maar ik zie je gelukkig weinig. Het is het officiële moment. Ik zie je met pijn in je ogen kijken. We zullen er heel goed voor zorgen. Dit is de sleutel. Ja. De takenlijst. Ja. En jongens, help mijn broer, hè. Wij hebben voor jou natuurlijk iets moois geregeld. Jij gaat nu vertrekken en je gaat een paar heerlijke dagen tegemoet. Okay. In huis ter Duin. Oké, nou hartstikke leuk. Dankjewel. We zijn jaloers op jou, hoor. Ja. Nu al. Jongens, zet hem op. Geen zorgen. Toppie.
Zo, Carla is weg. Maar wie gaat welke taken van haar overnemen? We gaan in twee teams moeten weer werken, hè? Ja. Nou, Knabbel en Babbel samen, wij maar samen. Lijkt ik me met goed jou, idee, ja. Ja, lijkt me goed deze idee. Deze ronde, ja. Donnie en Dave hebben meteen een flinke kluif te pakken. Zij moeten vanavond een worstenworkshop geven, dus daar moeten ze wel even voor oefenen. Zo, wat een ding zeg. Jezus Christus. Ja, het is wel creepy, hè? Hoe langer je ernaar gaat kijken, hoe nader ik er van wordt, grap. Die staart hier ook. Ja. Lijkt wel een duim, grap. Kijk dan. Ja. 1, 2. Ja. Zo sta je op de boerderij, sta je met varkens te knuffelen. En nou til je een lijk naar de balie. Buitengewoon. Hey, maar hier dan was de bedoeling dat we hem even klein snijden. Dat we oefenen vanavond voor de workshop. We hebben vanavond een workshop van vark tot worst. Is het handig misschien als één iemand schrijft en de ander snijdt? Schrijft? Of ga je alles onthouden? Ja. Ja, wel ja joh, tuurlijk. Onze boys hebben een eigen sterk geheugen. Zeker als het gaat om hakken en zagen. Jongens, rustig aan. Nou, succes Walter. Dries en Honoria maken vandaag voor het eerst in hun leven sweet honey chicken. En dat gaat best lekker. Ik hoop dat die mensen geen klachten krijgen omdat wij het in hebben gerold. Ja, dat gaat toch keurig zo? Ik denk ze nog lekker ook zijn. Hompen vlees, vlijmscherpe messen en donkerrode kruiden. Ja, daar kan Dave wel wat mee. Dat word je helemaal niet. Hey! Ach, gek dat je bent. Ah, die ogen van hem. Hou op, hé. Oh, Dave. Man, zeg. Is het staart van een varken. Nou, heren, ik ben super tevreden hoe dat ging, dat halve varken. Ja, toch? Dus als jullie het vanavond weer zouden doen, dan zal het ongetwijfeld een succes worden. Nou, gelukkig. Als jullie het nou nog even opruimen, dan gaan we daarna schoonmaken. Oh. Naar gevoel lijkt me dat zeggen als je deze zo hard pakken. Nou, het eerste complimentje is binnen, maar de slagerij moet nu wel snel klaargemaakt worden voor het echte werk. Straks staan er 10 mensen in de zaak die alles willen weten over worst. De varkensdarmen, hier liggen ze. Ik had een darm heel anders voor ogen, maar ja, hij is zo wit ook. Ja, maar hij ligt in verschillende zoutbaden, net zolang dat hij wordt goedgekeurd voor menselijke consumptie. Oh. Dit is het duurste van die hele worst. Ja, in principe weten de roelvinken nu alles wat ze moeten weten, maar zijn ze ook in staat om al die kennis meteen weer over te dragen tijdens de workshop? Zo, lieve mensen, dames en heren, namens de roelvinkjes hartelijk welkom hier. Wij hadden ook nooit verwacht dat wij nog eens een keer een workshop worst maken gingen geven, maar we gaan dat vanavond doen. En ik zeg, hebben we er zin in? Ja, ja. Ja, daar heb je wit. Wacht even. Zullen we dit varkentje eens even wassen? Alleen boter en snijden. Ja, dit is dus de ham. Daar wordt ham van gemaakt. En als je hem laat rijpen, dan wordt het Parma ham. Ja. Nou, Donnie heb je in de bouw gewerkt, dat zie je wel, hè? Ja. Verstekzaag. Nou, dit is dus de bacon voor de carbonaatjes. Oh. En voor de bacon. Ja, mensen, let op, dit is de schouder. Hier gaan we dus de worst van maken. Ik zou zeggen, alsjeblieft. En heel veel succes. Het is niet de eerste keer dat Dave zijn lap vlees meteen weer terugkrijgt, maar meestal gaat het daarna niet in de gaakmolen. Ja. Hou je hand ervoor. Ga maar die kant op. Nou jongens, we hebben allemaal een pondje gehakt. Er moet minimaal 4 gram peper, 4 gram zout in. De rest laat ik de smaak een beetje aan jullie over. Ga je gang. Peper moet erop? Ja, doe maar. Ja, gooi jij maar erop. Dit is een speciaal apparaatje, dit, hè? Ja. Ja, doe maar een plakje, was hoor. Ja. Wat een gedoe nog, hè? Worstje maken. Die darm om dat ding heen doen, dat is een gedoe. Kijk, dat is voor mij lang geleden, hè, een condoom. Ja, dat kan je wel zien ook. Het is ook meer een vrouwentaak, dit, hè? Kijk hem! Zo. Het gaat echt stukken sneller, Dave. Ik en vrouw die zetten met hun mond erop. Jij lukt niet eens met je handen. Nou, jongens, ik zal het even voordoen. Met mijn beslag. Mag overvol. Let op. Jongens, en dan komt dus vanzelf de gehakt eruit. En dan wordt het een keurig worstje. Oh, hij is wat krom.
Hij trekt wat krom. Begeleidt hem een beetje. Ik hou jouw worstel even vast. Kneed hem maar een beetje weer, ja. Goed zo. Dan is het. Even dun maken. Afsnijden. En natuurlijk een schippersknoop. Nee, je moet hem niet knopen. Nee, je moet hem niet knopen. Draai. Dan maak je, dames en heren, gewoon hele mooie sausijsjes. Oh, Dries. Ja. Nou, de eerste dag, we zijn al aardig ingeburgerd. We worden al een beetje handiger in het behandelen van vlees. Dus deze eerste dag geef ik zomaar als cijfer meteen al een 8. Nou, ik wou net zeggen, een 8. Nou jongens, ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en medewerking. Ik vond het fantastisch om dit te mogen doen. Dank jullie wel. Hey! Maar waar gaan wij nu slapen? Ja, dat is best een belangrijke vraag, want de familie is niet altijd even blij met hun logeeradres. Maar Walter heeft zijn best gedaan en werkelijk een topplek geregeld. Hey, het is wel even Willem. Eens een opgang. Ja, ja. Zo. Nou, het ziet er allemaal chique uit, jongens. Nou, we hebben het getroffen, hoor. Nou, zeg. Ik denk dat we maar slager blijven. Heeft die kerel 35 filialen of zo? Ik doe deze kamer, Dave. Deze is toch prachtig? Hey, als ik ooit nog vrijgezel word, dan neem ik deze douche. Je kan gewoon een hele rij meenemen. Dit doe je goed, schat. Die hebben we wel verdiend. Nou, proost voor nu, maar je weet het, morgenochtend vroeg weer uit de veren. Het is bij één glaasje gebleven, want de luxe logeerwekker gaat al vroeg af voor Dries en Honoria. Ze zijn vandaag verantwoordelijk voor het openen van de slagerij. Man, schiet mij maar lekker 's morgens vroeg. Oh. Dat ziet er even anders uit dan gisteren. Zoek jij ook lichten, Dries? Ah, kijk. Hey, Ik zou nou geen zin in mijn vlees. Luister, die bakken moeten allemaal naar buiten. Oh, ja. En de dingen moeten geveegd worden. Dus... Moeten wij dat doen? Ja, dat moeten wij doen. Waar is het personeel van tegenwoordig? Iedereen komt om 7:30, Dries. 'S morgens vroeg eten ruiken. Vreselijk. Oh, vind ik zo erg. Die vlaggen moeten we eerst doen. Vlaggen, ja. Kom maar, laat mij dat maar doen. Waar zitten die in? Oh, daarom, ja. Wacht, je moet dat wel... Dries, daar kan ik niet bij. Kom. Hangt die recht? Uitzak. Je hebt ze niet gestreken vanmorgen. Nee, top. Kijk. Kijk. Nou zijn we open. Doe ook maar meteen die bloempot naar buiten. Die moet... Ja, zeg het maar. Dries, die heeft een rem. Er zit geen handrem op. Hier zit een rem op die ding. Oh, wel. Maar luister eens, volgens mij moet die pot uit dat ding, hoor. Nee. Die stond toch niet zo in dat ding? Tuurlijk wel. Even van afstand bekijken. Perfect. Ja, daar klopt geen hol van, maar dat maakt niet uit. Het is vroeg. En wat allerergste is dat vroeger, is met jou dat vroeger. Zo stond hij gisteren, links. Ja. Naar andere kant links. Oh, die kant op. Kijk, 's ochtends als ik alleen ben, dan heb ik niet jou om me heen. Want jij ligt nog in het bed. Klopt. Maar het is niet te doen. Andersom stond hij. Andersom. Het is maar goed dat wij inderdaad samen geen winkel hebben. Dat zou helemaal fout lopen. Keurig, hoor. Dries, doe jij nog even de stoep? Als blikken konden doden, hing Dries nu tussen de varkens in het vriesvak. In plaats daarvan staat hij nu lekker de stoep te vegen. Al scoort hij daar ook al geen punten mee bij zijn lieve ochtendzonnetje. Gaat helemaal de verkeerde kant op. Oefink, ja. Je veegt het naar de buren. Je moet het naar de buitenstoep vegen. Je moet het op de buitenstoep. Nou, dan veeg ik het weer weg. Een buitenstoep. Ja, als je het maar boos genoeg zegt, klinkt het best logisch. Morgen, Dries. Hi, goedemorgen. Ben je al lekker hard bezig? Goedemorgen. Dit zijn de gemarineerde speklappen. Ja. Die snijden jullie straks gewoon even door midden. Lekker even kruiden. Lekker, in het bakje. Nou. Tegen het hele slagersvak kijk ik nu anders aan. Dat is hard werken, vroeg opstaan en passie voor je bedrijf. Eén ding weet ik zeker. Morgen heb ik mijn skipak aan. Het is daar. Ja. Koud, ja. Jongens. De boys zijn deze ochtend afgereisd naar Wouwbrugge. Op deze speciale veeboerderij worden de koeien voor de slagerij gefokt. Dave en Donnie moeten vandaag beslissen welk beestje rijp is voor de slacht. En dat is geen makkelijke keuze. Hallo daar. Hallo mannen. Donnie, aangenaam. Hey. Hey Dave. Hey. Erik, we komen een koe vandaag bij jou halen. Deze zijn nu zijn wat koeien afgemest en die mogen voor de slacht weg. En dan mogen jullie er een uitzoeken. Hey, maar degene die wij aanwijzen, die gaat naar het slachthuis? Ja.
Hoe doe jij dat dan altijd? Kies je gewoon willekeurig eentje uit of kijk je echt van, nou, die is wel rijp nu? Ja, wij kijken echt naar de vetbedekking, hoe ze bevlees zijn. Ja, maar merk je die koeien dan nu niet inmiddels een beetje van, oei, als hij langsloopt, dan kan het wel eens mijn laatste dag hier zijn? Nou, dat denk ik niet. Ze hebben hier een heel goed leven. Ja, nee. En zoals je ziet, ze leggen lekker dik in het stro. Ja, een slager is natuurlijk vlees, maar als je het zo net echt ziet hier... Dat is de laatste dag bepalen. Dat vind ik zo kut, dit. Nou, kies jij maar, hoor. Ja, doei. Denk je dat ik het graag wil of zo? Kom op dan. We vinden dit allemaal niet leuk om te doen, maar we moeten wel wat mee naar huis nemen. Of ga je je echt heel slecht voelen als je het uiteindelijk moet doen? Zal ik het maar gewoon doen? Ja, maar. Begin je nou al te huilen? Vind je het zo kut? Nee, ik vind het niet lekker, nee. Nee. Ja, ik ben niet vaak zo stil, nee, maar... Ik vind het niet echt een leuke plek, dit. Ja, kijk, nu kan ik deze al niet meer kiezen, weet je? Als hij... Nou, dat is toch lief. Nee, dat wordt hem niet. Jij bent te lief. Die daar. Wie was dat? Steek maar even je poot in de lucht. Wie was het? Was jij dat? Grote mond? Nou, je krijgt nog geen waarschuwing van me. Afgelopen. Helemaal gek geworden hier, die koeien. Ja, we moeten even slikken gewoon nu. Het hoort wel bij de slagerij en we kunnen niet met lege handen aankomen. Ik moet je zeggen, toen ik binnenkwam, vond ik deze... Hij is echt moddervet, die. Daar kunnen we wel mee vooruit met die. Ja, nou, je hebt het goed gezien, want dit hok is hetgene die deze week weg mogen. Oh, nou ja, dan heb ik er nog een oog voor ook. Ja. Ik hoop dat het snel voor hem gaat. Het zal haast wel. En het is wat het is. Toch? We vreten ze ook op. Ik denk dat ik lieg als ik nu ga zeggen, ja, ik word in één keer vegetariër. En dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar ik ben wel nu bewust van dat ik echt alleen vlees eet, misschien biologisch. Dat ik weet van, nou, daar zit een goed leven achter. Dat deed ik sowieso al met scharreleieren, et cetera. Maar dat kan je wel, dat is ook al een heel ander idee. Ja, het is misschien een schrale troost, maar de boys hebben er in ieder geval iets van opgestoken. Als je dan toch een leven neemt, laat het dan een mooi leven zijn. Want ook al is dat even slikken, het smaakt een stuk beter. Wat een beest, zeg. Groot, hè? Het is niet normaal, gaat. Lijkt wel een stier. Zit erin, hè? Hij zit erin. Nou, Erik, mogen we jou soort van bedanken? Bedankt moeten we dan zeggen. Succes daarmee, hè? En nog heel veel succes met alles wat je hier doet. Zuster Carla is aan het chillen aan het strand, maar Dries en Honoria hebben ook een verrassing voor haar hardwerkende broer. Ja, Walter. Kijk, we hebben je zus nou natuurlijk even verrast. Maar we hebben voor jou ook een verrassing. Echt waar? Want jij bent ook wel eens aan een uitje toe. Ja. Dus ik zou zeggen, laat het vlees. En Honoria gaat jou heel spannend. Ik ga je blinddoeken. Zo. Mag ik wel een handje of niet? Ja, ik heb je. Kom maar. Nu hadden we gehoord dat die ADO, dat hij helemaal fan is van ADO. Ja. Dat zit blijkbaar helemaal in zijn bloed. Ja, voorzichtig voor je hoofd. De hoofd naar beneden, naar beneden, naar beneden. Hop. Zo. Maar nu hebben we bedacht dat we dus met hem naar ADO gaan. En we gaan hem meenemen naar het stadion. Ja, dan gaan we even. Ja, stop. Hoe voel je je? Ja, nou, wel een beetje gespannen, maar... Nou, dan doe je blind. Dan mag je zelf je blinddoek afdoen nu. Ik ben benieuwd. De oogjes moeten even wennen, maar dan zien ze ook wat. Doe mee je. Ja. Ik moet gewoon even kijken twee keer. Wat zie je? Ja, goed hè, van ons, hè? Oh, ja, zeker. Nou, een schot in de roos, zou ik zeggen. En we zijn er nog niet, maar we gaan natuurlijk naar binnen. Ja. En daar wachten nog meer verrassingen. Ga je mee? Ja, zeker. Ja, kom. Dit had ik nooit verwacht. Dit doet wel wat. Ik ben sowieso een voetbalfan, maar mijn vader was natuurlijk ook altijd een hart en nieren ADO-fan. Dus dat krijg je toch een beetje mee van thuis. En ja, het is toch je clubpie, hè? Ja, en dat clubpie moet vandaag gewoon trainen. En daar mag Walter bij zijn. Nou, we vallen midden in een training, zeg. Wat willen we nou nog meer? Want wij kijken nu naar de volledige selectie. Of wat is dit? De kampioen uit Den Haag. Heb je dit al vaker gezien, zo bij een training? Ik moet heel eerlijk bekennen, want ik werk natuurlijk door de week. Dus ik heb nog nooit bij een training geweest. Nee, meen je niet? Nee, echt nog nooit. En je bent al jaren, ben je al... Ja, maar weet je, als je heel de week gewoon hard werkt... Ja, maar hoe vind je het nou om zo hier te zijn? Nou, dit vind ik echt fantastisch. Ja. Maar ik moet ook zeggen, ik kijk altijd onwijs uit als ze weer thuis spelen. Oké, ja, het is natuurlijk omdat ik het altijd zo druk in die winkel heb... is dit altijd wel een soort momentje van ontspanning. Je bent zeg maar, je denkt even, ja, eigenlijk nergens anders aan, alleen aan het voetbal. Ja, dus je kan je hele sores van je winkel kan je loslaten als je hier zondag zit. Ja. Het
is dat toch met mannen? Ja. Voetbal en auto's. Ja. Dat is iets met jullie. Je zag hem smelten en je zag hem die hele slagerij heel even vergeten. Ja. Van stoere slager naar verlegen jochie. Jagend op de handtekeningen van zijn helden. Ja, alsjeblieft. Succes. Kom, Lex. Top, hoor. Ja. Hoi. Hoi. Ah, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Ja. Zeg eens, alsjeblieft. Dank je. Waar is Winkels? Is dat hij met die baard? Mag ik voor jou een handtekening voor Walter op het shirt? Walter? Ja, wil je even met me meelopen dan? Is die oude support, hè? Nou, in hart en nieren, man. Nou, hey, hartstikke bedankt, man. Heb je ze nu allemaal, of tenminste die je wilde? Ja, voor mij wel. Ja. Zat, we hebben zat. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Dat is een droom die uitkomt. Heb jij al getekend, Tommy, of niet? Nee, oh kijk. Ja, hartstikke bedankt, man. Alsjeblieft. Ja, die handtekening vind ik eigenlijk super, want deze ga ik ook zeker eens inlijsten. Maar ja, ik heb een keer wel een fotootje geschoten met de speler, maar niet allemaal even in één keer. De meeste mannen die smelten op het voetbalveld. Ja, grappig, hè? Alleen op het voetbalveld. Daar bemoei ik me niet mee. Ja, hier wil je toch zijn? Op de middenstip van onze geliefde club. Ja, combinatie hier. El Kayati. En daar komt hij aan. Hup! Oh! Wie moet we misten eigenlijk nog twee handtekeningen. Ja. Ja. Nou, dat is van hem is de belangrijkste man. Maar dan zet ik hem er ook op. Zo. Telt. Top, hartstikke bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Doei, doeg. Ah, dit was toch wel een van de hoogtepunten in mijn leven. Dat Dries en Lanoria mij meenamen hier naar Aden Den Haag om even het veld te mogen betreden. Met de spelers erbij. Ja, ik ben nog steeds diep onder de indruk. Je bent er klaar voor? Ja. Yo! Oh, hoe is het mogelijk? Ik stond op mijn verkeerde been. Nou, ik ga zeker straks met een heel goed gevoel naar huis. Want dit is echt super waanzinnig. Een geboren keeper is Walter niet. Maar zet hem in de spits van de vleescompetitie en het is raak. Walter had een goed idee, want die zei dus van... proberen jullie nou eens je eigen producten te maken. Dus wij een product en Dave en Donnie een product. Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, het is een beetje te simpel om gewoon een stukje af te snijden en een stuk spek omheen te rollen. Nee, ik denk dan toch, omdat hun al zo'n roelvinkje maken, dat wij dan een zo'n spiesje maken. De spies van Dries. Ja. Get it on. 40 minuten in de oven. Klaar is Kees. Even serieus nu. We moeten een mooi, leuk gerechtje maken. Driehoekjes. Nee, dan moet je goed kijken hoe je het gaat doen, want we gaan geen vlees verspillen. Wat wel leuk is, als je het afwisselt met een stukje paprika of groente, dat het net zo'n spiesje die wel eens op de barbecue ligt. Hey, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Mooie driehoekjes. Kijk, dit is een mooie. Dit is ook een mooie. Het is mensenwerk dan. Af en toe krijg je een ander vormpje, maar de intentie is een driehoek. Of misschien een stukje paprika ertussen, voor de kleur. Misschien is het wel leuk om iets van groen-geel te doen. Een beetje het thema Ado. Van... Ado, ja. Doen we. Kijk dan. Die benen aan het doen. Ja. En die liggen zo, in rijtjes, in de etalage. Oh, jij hebt weer de dieetversie. Iets minder vet, inderdaad. Dit is geen eten meer, dit is snoep. Beide teams nemen deze wedstrijd uiterst serieus. Ik vind de rolletjes er beter uitzien, toch? Ja, qua presentatie wel. We moeten een beetje meer de vorm van sushi krijgen. Dat ziet er leuker uit. Ik denk dat jouw spiesjes goed gaan worden. Alsjeblieft, neem ze mee. Hè? En natuurlijk, met deze kleuren ga je ze verkopen hier in de buurt, hè? Hoe gaat die, jongens? Ja, waanzinnig. We hebben een gat in de markt hier, hoor. Ja. Maar ze zien er ook wel erg gelikt uit, hoor, als ik heel eerlijk ben. Dat is niet normaal, dit. Dus je begint steeds met gele, ja. Kijk. Hey, je ziet er daar goed uit of niet? Ja, zeg maar. Zo. Altijd het vlees in de lengte erop, dan lijkt het meer. Heb ik gedaan. Denken mensen dat ze heel wat kopen, maar ze kopen eigenlijk weinig. Wat hebben jullie daar gemaakt, heren? Wij hebben een varkenshaas gerold in kaartspek. En die kosten €75 per stukje. Echt? Zo moeten ze liggen. Ja hoor, daar zijn ze weer. Ze niet vallen. De rijk gevulde spiesjes van Dries. 3, 2, 1. Een subtiel drupje saus en Dave en Donnie zijn ook klaar voor de strijd. Als dit niet lekker is, dan weet ik het ook niet meer. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond jouw spies het beste. Dan ga je hoor met je spies. Hey. Oh, jullie hebben hapjes gemaakt voor een snackbar. Dat mag ook. Alleen, dit is geen snackbar. Dit is een slagerij. Je ziet net als ik.
dat dit er waanzinnig lekker uitziet. Ach, al het sap uit je vlees, doordat je nooit in de producten prikken. Probeer het eens. Pak hem eens. 1. Oh, zet je hem helemaal daar? Ja. Oh, we willen niet geassocieerd worden met die vieze spiezen. Topvlees. Dit is het topvlees wat hierin. De Black Angus, de kalfsoester en de ossehaas. Dave, wat zit er bij jullie in? Allemaal vettigheid. Weet ik veel. Competitie? Competitie. Ja, er zit een goede strijd in deze familie, maar dat mag. Nou ja, we zullen kijken. We gaan het zien. We zullen kijken. Posities zijn goed zo. Had ik niet verwacht. Maar dat we toch nog gingen winnen. Ik zei het toch? Het komt allemaal door die marinade, jongen. Geloof me nou. Hij draait de boel weer om. Dries weet dat een grote glimlach meestal goed is voor een ongeneer. Hallo, goedemiddag. Een nieuw gezicht, wat gezellig. Kijk eens, jongen. Dankjewel. Mooi, hè? Ja. Ik zie u hiernaar kijken. Ja. Dit is slecht voor de gezondheid. Ik zou dit absoluut niet kopen, maar we hebben wel in de aanbieding vandaag de spies van Dries. Klinkt goed. Zullen we die meenemen, meiden? De spies van Dries? Ja? Ja, fantastisch. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Ik laat het zo weglopen. En nou? Nou ja, dat betaal ik zelf ook. Typisch Dries, hè? De winst komt altijd uit zijn eigen zak. Hallo, ik ben Dries. We hebben meteen twee klanten, zie ik dat goed? Dat klopt, ja, daar kan je niet omheen nu. Kijk, hey, kijk eens wat ik heb voor jou. Hier, ja, dat lust jij wel, hè? De laatste twee, ze moeten de wagen uit. Komt u maar, ja, ja. Ik heb eigenlijk een hele belangrijke vraag. Ik zie hier liggen de spies van Dries. En ik wil eigenlijk weten wat er zo bijzonder is aan die spies van Dries. Nou, dat is een unieke combinatie, meneer, van de Black Angus, de kalfsoester en de ossehaas. Met een stukje paprika door Honoria met liefde gesneden. En ik kan u 15% korting geven, omdat het de laatste twee zijn. Dan koop ik die twee van jou. Noem maar bij deze. Jij bent een topper. Doen we. Ik ben los. Hele, ga ervan genieten. Heel bedankt. Hele fijne avond nog. Tot ziens. Fijne avond. Doe kijken. Doeg. Ik heb dat vingerfietsje gevoel. Vingerspietsje gevoel. Oh, het vingerspietsje. Vingerspietsje. Vingerspietsje gevoel. Mag ik het even melden? De spietjes van Dries zijn uitverkocht. Da, 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 da. Kijk, nou zien ze toch? Vader had weer gelijk. De spiesjes, niet met al die marinade en die vette troep, die verkoop je niet hier. Hé, hey, dames en heren, hier zijn ze, de verliezers. Mag ik een applaus voor de verliezers? Dave en Donnie Roeping. Nou ja. Ik moet je ook eerlijk bekennen, ik heb er even eentje genomen. Iets te vet. Hij komt door die marinade. Veel te veel. Ik denk dat die bakjes marinade kon je er 50 van marineren en wij hebben er 6 van gemarineerd. Mevrouw, wilt u lekker? Nee. Wat wou jij zeggen? Ik wou even iets zeggen. We moeten natuurlijk voor hier een verrassing hebben. Morgen gaan we barbecuen. Als we nou voor die mensen, daar hebben ze natuurlijk ook wat aan een hele mooie barbecue regelen. Eentje kopen ergens? Ja, als verrassing. Dus we hebben morgen dan een nieuwe barbecue? Ja. We gaan een barbecue weer organiseren. Ja. Vaste klanten erbij. Ja. Misschien een stukje muziek maken. En anders dan zing jij nog weer een deuntje. Komt wel goed. We kunnen alle kanten op, toch? Ja. Laat het liever aan hem over nou een keer. Ja, hè? Eigenlijk wel. Hè? Ik vind ook eigenlijk dat hij maar een keer iets ik moet doen. Ik heb al een keer een gedicht gemaakt. Ik heb een lied gezongen. Ja, ik ben heb het de buurvrouw gekieteld. Nee, nou is Dave aan de beurt. Welke buurvrouw heb jij gekieteld? Ja, dat zeg jij niet, hè? Welke buurvrouw heb jij gekieteld? Kom eens terug. Welke buurvrouw was dat? Ah, nee, was een geintje. Je moet al die roelvinkjes in de gaten houden. Echt, ongelooflijk. En doe niet met die tieten zo, hou op met mij. Ik ben weg. Ik heb het gehad met die buurvrouwen. Hoe is het eigenlijk met Carla? Heeft ze haar slagerij een beetje los kunnen laten? Hey Carla! Hey. Ja, Carl. Hoe is het daar? Ja, goed. Mooi, mooi, mooi. Heb je het een beetje... Ik zie er toch heel ontspannen uit. Ja, nou ja, je ziet er altijd ontspannen uit. Hoe heb je het daar? Ja, super lekker. Het is echt onwijs mooi hier. Ik ben helemaal zen als ik terugkom. Wij zijn hier nu al een tijdje, maar hoe hou jij het hier uit in deze koelcel? Want we dachten dat alleen de koelcel koud was, maar het is de hele dag hier ijskoud. Oh. We hebben het koud. Hé, hey, maar warmt niemand jullie op?
Nee. Hey, maar jongens, hoe is het met Walter? Trekt Walter, hij het allemaal op? Walter is zeer gestrest. Ja? En die wordt met de dag grijzer. Dus je moet gauw terugkomen. Oh, jullie zijn toch wel lief voor hem? Heel lief zijn we voor hem. Dus ik kan eigenlijk nog wel een weekje wegblijven. Nee. Kom maar lekker naar huis. Nee. Geniet er nog even van. Ja. Tot snel. Doei. Fijne dag. We zijn weer terug in de slagerij. Het was een lange, koude dag. Maar Donnie is nog altijd goed voor een warm welkom. Moet er binnen hoor. We zijn nog niet dicht. Stap er wel overheen. Kijk uit. Ja, de boys hebben eigenlijk hun buik vol van al dat vlees. Maar ja, zeg maar eens nee tegen een stel scharrelende kippetjes. Als jullie ons helpen met de laatste spulletjes naar binnen tillen, dan gaan wij op de foto. En ja, we hebben allemaal wat. Gewoon duwen. Ja, dit is bloedzwaar dit. Ja, lekker hoor, dames. Rij maar naar binnen. Vele handen maken licht werk, maar voor het betere selfiewerk heb je maar één handje nodig. Yes, alsjeblieft. Thanks for the way, dames. Fijne dag. Ik zal hem nu maar. Het was me wel weer een dagje vandaag, jongen. Ja. Oh, puzzelen kunnen we wel, hoor. Ja. Zo, en dan gaat hij dicht. Ja. Oké, top. All right. Mooi gedaan. Nou, oude slagers van me, we zijn weer geslaagd. Geslaagd en gesloopt. Ja. Hè? Het slagersleven hakt er stevig in. Maar na een heerlijke nacht zijn de rolvinken weer net zo scherp als altijd. Hey, goedemorgen, schat. Morgen. Zo, ik heb mijn werk er nu alweer aan, hoor. Luister, moet ik hier warm water of koud water in doen? Om een ei te koken? Ja, dat weet je toch, ik kan dat toch allemaal niet. Dit was wel weer een marathon, hè? God, wat is het toch met al die mensen die zo vroeg opstaan, jongens? Dat is toch niet te doen? Zie eens hoe het gaat in het bedrijfsleven. En jij zag wel natuurlijk gisteren dat de spies van Dries een enorm succes was daar. Die kunnen we vandaag nog wel maken. Ik denk dat het een hit gaat worden bij hem. Zijn ze nou wakker? Nou, ik denk die ene wel, die andere die is nooit met paard en wagen eruit te krijgen. Ja, jongen, we gaan beginnen. Goedemorgen, jongen. En voelen, ja, je hebt goed geslapen. Ik verwacht je over 10 minuten. Gedoucht in de woonkamer. Nou, het gaat niet van harte. Maar uiteindelijk staat de hele familie weer op tijd in de zaak. En dat is maar goed ook, want de bezorger van het cadeau voor Walter en Carla is blijkbaar ook een ochtendmens. Goedemorgen. 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 Hi. Hoe noem je? Hoe noem je zoiets? Het is geen barbecue. Nee. Hoe heet dat dan? Op vier. Maar luister, ik bak op deze ring ga ik bakken. Ik vind het geweldig. Een barbecue bakring, dat is toch de droom van iedere slager? Goed bedacht hoor. Een geslaagd cadeau. Ja. Was over nagedacht door de Roelvinkjes. Ja. Want die passen op de winkel. En dat oppassen is bijna vlekkeloos verlopen. Hoe is het mogelijk? Goedendag. Kan ik u helpen? Voordat we beginnen, zou ik u een plakje worst kunnen aanbieden? Ja. En de kinders? Een plakje worst, jongen? Kijk eens, jongen. Met je zusje delen. Alsjeblieft. Kijk eens. De Black Angus. Daar ligt hij weer. Oké. Okay. Belangrijkste ingrediënt van de Dries Pies is natuurlijk de Black Angus. En dan nemen we daarnaast een mooi stukje kalfsoester. Dit is kipfilet, hè? Ja. Bonnetje zit erin. En een hele fijne dag. Ik vind het best wel bijzonder dat ik nou na één dag... Die mensen zitten hier nu vanaf 1971. En dat ik in één dag een simpele spies, maar wel over nagedacht, kan bedenken wat meteen een succesformule is. Dit is uniek. Hier is over nagedacht dat de Roelvinkjes hier een driespies introduceren. Ga ik nooit meer vergeten. Wil jij een plakje worst? Lekker dan. Kijk dus. Oh, lekker zeg. Hey, mag ik jou feliciteren met het succes van dit product? Gisteren 66 verkocht, vandaag maken 60. Hey, hoeveel hebben wij er verkocht van die Roelvinken? 3. Stuk of 3? Mensen lagen vanmorgen in slaapzakken voor de deur, omdat ze wisten dat de nieuwe spiezen van Dries eraan kwam. Ze lagen vanmorgen in slaapzakken voor de deur hier. Hij is niet goed. Helemaal gek geworden. Eerlijk is eerlijk, Dries scoort wel een hit met zijn spies. Dat is toch net iets lekkerder thuiskomen voor Carla.
Ja, daar heb je wel. Het kostte Carla heel wat moeite om te vertrekken, maar wat was het uiteindelijk lekker om even weg te zijn en een paar dagen even niks te hoeven doen. Hallo daar. Oh, daar is ze weer hoor. Hi. Oh, de winkel staat nog. Hoe ziet er helemaal uitgerust uit? Hey. Heb je het leuk gehad? Ja, superleuk. Top, top, maar hoe top. Hebben jullie het gehad, jongens? Mm. Ook leuk? Ja, heel leuk. Heel leuk geweest. We hebben het prima gered hier. Ja? Ja. Oké. Okay. Je maar... mag nooit ja? Hij is blij dat je terug bent. Als ik heel eerlijk ben, vond ik het op het begin wel even wennen. En ik heb het op het begin ook al een paar uurtjes van wakker gelegen. We moeten natuurlijk echt wel een beetje beuken. We moeten echt wel wat doen. Maar nu achteraf, naar deze rollercoaster, is het me eigenlijk alles meegevallen. Weet je wat hij heeft gezegd tegen me? Als jij ooit zou stoppen, dan stopt hij er ook mee. Oh. En na die dagen met ons wil hij ook stoppen. Ja. Het tekoopbord wordt morgen opgehangen, het is nee, klaar. Nee, ja. Ik blijf. Als ik iemand moet aannemen van de familie Roef, ik denk ik toch dat dat Dries of Honoria is. Dries is heel amicaal met de klanten, die hebben een leuk praatje. Die kan ze een beetje inpakken. Ik heb gewoon zin om weer aan het werk te gaan. Nou, hard voor de zaken. Ja, maar ik ben blij dat jullie opgepast hebben, hoor, jongens. Ja, wat we eigenlijk steeds meer zien, tenminste vind ik, dat mensen het niet als een... als hun zaak zien, iets waar ze geld mee verdienen, maar gewoon heel veel passie hebben en een soort, als een soort kind behandelen. Het zijn vaak mensen die het helemaal zelf hebben opgebouwd en ze zijn er trots op en daar heb ik wel respect voor. Wij zouden de Roefinkjes niet zijn als wij niet een hele leuke verrassing hadden voor jullie beiden. Een heel mooi cadeau. En dat gaan we jullie nu laten zien. Kom mee. Kom mee. Toen we aankwamen en al onze vrienden, familie en het team hier stond, ja, was echt hartverwarmend. Het was gewoon weer lekker thuisgevoel. Nou, lieve mensen, we willen jullie ontzettend bedanken. We hebben echt genoten hier. Het is een ontzettend mooie slagerij. Lieve mensen. Gezellige sfeer. Maar we wouden jullie nog een kleinigheidje geven voor we weggingen. Goed, zijn jullie er klaar voor? Ja, we hebben er zin in. 3, 2, 1. Yeah! Yeah! Oh. Wow. Yeah. Yeah. Man. Oh, jongens. Dit te gek. Dit is echt super. We moesten echt altijd al zo'n dingen hebben. Maar we dachten na ADO Den Haag, het kon al niet meer op. Nou, deze week was gewoon een emotionele rollercoaster. Op het begin dacht ik wel een beetje bij die gasten, bij zeker Dave, als dat maar goed gaat. Want hij is wel een beetje een wilde. Maar gelukkig heeft niemand zich in de vingers gesneden, dus eind goed, al goed. We willen je echt ontzettend bedanken. We hebben echt genoten. Jullie zijn echt een heel warm bedrijf. En ja, we hebben het met liefde gedaan. Ah, top. Ja. Nu, het kan niet meer stuk. Wat mij bijblijft hier, is die band tussen broer en zus. Die grote vent. Met de verkeerde gel in zijn haar. En zij met die sprankelende ogen. Ja. De slagerij, een familiebedrijf, wordt met hart en ziel door broer en zus gerund. Dat blijft mij bij. Ik ben zelf mijn zus helaas verloren. En daar moeten we niet te lang over doorpraten, want anders dan... Maar die band tussen broer en zus vond ik mooi. Nou, omdat mijn zus... was een soort tweede moeder voor me. Die was 12 jaar ouder dan ik. Die heeft me helemaal opgevoed. En die ben ik een jaar of 8 geleden verloren. En als ik hun dan zo samen zie, dan denk ik ja. Dan denk ik ja. Dan denk ik ja. Ga jij nou huilen om mijn zus? En zit ik mijn tranen binnen te houden. Omdat jij nooit zo bent. Nee, omdat we nou over broer en zus hebben. En dan, ik zat er al een paar keer naar te kijken. Je houdt dat altijd een beetje binnen, jij. Mensen kan niet anders. De sleutels weer terug. Dank je wel. En je takenlijst, en die hebben we heel goed afgewerkt. Hartstikke bedankt, jongens. Sorry. Hey. We moeten hem even openen. Hij is toch ook een rotzak? Ik wist het. Volgende week moeten de Roelvinkjes echt oppassen. Want met 5 kinderen is er volop werk aan de winkel. Tot volgend jaar. Dries, kun je even dat kindje nemen? Dan moet een fles gemaakt worden. Hoe maak ik een fles? Dries, jij hebt kinderen gehad. Kom op. Wat is er? Yeah!
Zo. Wat een rustig. Heerlijk, wat een rustig.